binnen. Kom maar binnen, kom maar binnen. Oh. Hij kan er weer niet afblijven, hoor. Hij kan er weer niet afblijven. Wij gaan voor jullie een film maken. Die man doet een bioscoopfilm. Die man doet iets. Zit alleen maar als houden. Bioscoop. Ik zal het zo allemaal uitleggen. Is dat goed? Ik zal het zo allemaal uitleggen. Ik heb een wc-been. Hoe komt dat nou? Wat is er? Mijn moeder heeft ziek uitgekomen. Zomaar plotseling? Ja, niet helemaal. Wat? Niet helemaal. Maar dan moest je dus niet aankomen. Dan zag ik niet aankomen. Niet helemaal. En de geld voor het juwel ook dan? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet af. Dit moet een beetje zijn, ik vind het afgelopen. Wat is het? Ik heb geruild met mijn vrouw. Waarom? Waarom heb je geruild? Waarom? Ruzie. Nee. Maar je moet het eigenlijk eerst vragen en dat pas doen. Er is niks aan. Gaan jullie wat zitten? Dan zal ik het zo allemaal uitleggen. Dat ga ik nou vertellen. Luister even. Als je even luistert, dan vertel ik het precies. Jullie zien Ruud Gort, zo heet die meneer. Die gaat een volledige les op video opnemen. Als onderdeel van een onderzoek wat in verschillende landen gehouden wordt. He, daar worden die videoopnames voor gebruikt. Dat is een onderzoek over het wiskundeonderwijs in Nederland, vergeleken met Australië enzovoort. Hij vindt het beste, en de opnames die lukken ook het beste, als je net doet alsof hij er niet is. Ja, dus wij gaan gewoon doen. Net als anders. Wat is het? Wat zijn jullie laat? Toch? Nog net op tijd. Nog net op tijd. Ik snap het al. Jij wilde gewoon uitdrukkelijk in beeld komen. Ik heb net verteld, ik zal het nog een keertje herhalen kort, dat die meneer een complete wiskundeles komt opnemen op video. Als onderdeel van een internationaal onderzoek. Vandaar. Als jullie alvast je huiswerk voor je wilt nemen. En het huiswerk volgens de studiekalender was. Het laatste stukje van de basisstof. Het allerlaatste stukje. Bram. Dat is heel slim. Ik wilde van jou straks nog een demonstratie zien hoe je dat soort werk allemaal doet. Wat heb jij net in de Daltonuren zitten doen dan? Oh, dat was het huiswerk toch niet? Marianne, wat is het? Ja, je krijgt eerst. Even kijken. Nu is wat rustiger aan. Kunnen jullie niet wat rustiger aan doen? Ja, maar waar staat nou? Dan kan je nog rustig doen, toch? Dat heeft daar toch niks mee te maken? En die komt er best aan, toch? Hou die kleuters rustig daar. Ja, ik hou die kleintjes rustig. Goed zo.
Zoals gewoonlijk kun je eerst zelf vragen stellen over het huiswerk, wat niet goed ging. Ik zal dat door een van je klasgenoten uit laten leggen. En daarna heb ik nog wel wat vragen over dezelfde bewerking als die je met je huiswerk hebt geleerd. Marianne, opgave? De allerlaatste. Allerlaatste, onthoud ik even. 28C. Oh, dat is het vorige huiswerk nog. Dat is het vorige huiswerk nog. Daar ben je erg laat mee, hè? Regel dat eens in een Dalton hier. 36. Begrijp ik het goed dat het alleen om de laatste twee opdrachten gaat? Laatste twee opdrachten. Sander, help eens mee, joh. 36. 36, daar beginnen we mee. Neem de tabel over en vul hem in. Ik doe dat vast. Moet jij maar vertellen wat ik nog meer op moet schrijven. De bedoeling is dat deze formule ontbonden wordt. Ja, dus de onderdelen van die formule worden op de juiste plaats ingevuld in de tabel, Sander. En als voorstel wordt vooraan alvast de factor x ingevuld. Hoe kun jij deze vermenigvuldiging kloppend krijgen? Schrijf op wat je denkt dat goed is en controleer het dan meteen. X maal 4x. Is dat wel 4x kwadraat? Ja, dan is het goed. Doe hier hetzelfde. X keer wat? 12. Dan kun je die formule met haakjes schrijven. Als? Y is x. Helemaal goed. We doen dat nog een keer. Bij vraag C is dat. Dit is vraag B, hè? We gaan dat nog een keer doen. Dan. De termen van de formule kunnen we alvast op de juiste plaats invullen in de tabel. Dan. Hij wilde vooraan 4x opschrijven. Maak de vermenigvuldiging kloppend. Dus maak hem sluitend. 4x keer wat levert 4x kwadraat op? 4x keer x. X. En 4x keer wat levert plus 12x? Plus 3. Plus 3. Als je dat toepast, kun je opschrijven. 4x en de zaakjes x. Dit moet je goed onthouden, want dit was een goede opdracht. Goed onthouden. Die formule, als je die moet ontbinden. Kun je er deze formule van maken of die? Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Maar die laatste, die is beter. En hou dat als vaste richtlijn aan. Je moet er zoveel mogelijk
voor die haakjes zien te krijgen. Zoveel mogelijk. Als je dit bij een proefwerk moet doen, die formule, met haakjes schuiven, reken ik dit niet helemaal fout natuurlijk, want op zich is het een goede formule, maar die is beter. Dus hier krijg je meer punten voor dan daarvoor. Haal er zoveel mogelijk uit. Je kunt ook zeggen, als ik een ontbinding gemaakt heb, want dit heet ontbinden, de formule met haakjes schrijven, dat is een vermenigvuldiging. Als ik een ontbinding gemaakt heb, dan controleer ik even hier of die twee termen die daar tussen haakjes staan, of die nog een gemeenschappelijke deler hebben, een gemeenschappelijke factor. En dan kom je op de gedachte dat daar nog een gemeenschappelijke factor 4 in zit. En die moet er ook uitgehaald worden. Dat is de bedoeling. Dit moet je goed onthouden. Wij gaan niet alle opgaves doen van vraag 37. En die was ook gevraagd. Niet allemaal, maar een paar als voorbeeld. Ik denk dat vraag B wel een goed voorbeeld is. Tim. Op welke plaatsen moet ik deze twee onderdelen invullen? Doe maar eens, wijs maar aan in je schrift, dan weet ik. Geen tabellen. Dat is even. Wat heb je? We hebben alleen uitkomsten. Toch? Ja. Heb je dat zelf gedaan, zonder tabel? Niet met behulp van het uitkomstenboekje, hoop ik. Ja, daar hebben we niks aan. Dat is een verkeerde instelling, Tim. Als je zegt, ik kan het niet zonder tabel, dat is geen schande, want dat kunnen de meesten niet. Vind ik prima. Maar maak dan die tabel. Wat leer jij ervan als je het overschrijft uit het uitkomstenboekje? Nou ja, nou zeg maar gerust helemaal niks. En de bedoeling van jullie is toch om er iets bij te leren, hoop ik, hè? Tabel, doe mee in je schrift, nu. Meteen, een tabel erbij. Min 2x kwadraat. Lisa, waar vullen wij die in? Je had hem niet af, zei je, maar dat geeft niks. We maken hem nu ter plekke. Waar hoort hij te staan? Tabel getekend? Wijs eens aan waar je die. Nee. Want dan is dat al een onderdeel van een vermenigvuldiging. En in die formule staat niet dat je min 2x kwadraat ergens mee moet gaan vermenigvuldigen. Daar, ja. Ja, dus de formule zonder haakjes die komt van deze plaatsen in de tabel. Ingevuld. Verder stelde het boek voor om hier min 2x in te vullen. Wel, want dit was al voorgedrukt, voorgesteld. Maar je moet alleen dit zien te vinden. Lisa, maak de vermenigvuldiging kloppend. Min 2x keer wat is min 2x kwadraat? Waar komt dat kwadraatje dan vandaan, Lisa? Keer x, dat is goed. Min 2x, keer wat? Wordt min 54x.
klopt helemaal. Min 2x keer 27, dat is min 54x. Geen spel tussen te krijgen. Top? Dus welke formule krijg je dan met haakjes geschreven? Zo hou je een 10 voor het proefwerk. En al diegenen, want ik kan dat natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, al diegenen die minstens bij een flink deel van hun huiswerk veel te veel naar het uitkomstenboekje hebben gekeken, die zullen dit bij een proefwerk niet kunnen. En die gaan ook geen 5 halen dan, en geen 6 of zo, en die gaan misschien wel 2 halen en 3. Want dit is een onderwerp, ofwel je snapt precies wat er aan de hand is, je weet ongeveer wel wat je moet doen, kan je nog altijd wel een soort rekenfoutje of een slordigheidsfoutje maken, ofwel je snapt helemaal de bedoeling niet en dan kun je ook geen enkele opgave maken. Ik wil er nog eentje doen van 37 en dan gaan we heel kort een testje houden in de klas. Nou, laten we de allerlaatste maar even doen. Dit was voorgedrukt, hè? Daar proberen we naartoe te werken. Nou, dat is eigenlijk een hele domme opmerking. Van daar proberen we naartoe te werken, want er staat dus eigenlijk helemaal niks voorgedrukt. Er staat alleen maar voorgedrukt dat je iets met haakjes wilt maken. Kleun, vertel. Min 3x kwadraat. Waar komt die vandaan uit de tabel? Vooraan staat 3x. Nee, dat vraag ik niet, Pleun. Dit, waar moet ik dat invullen? Waar? Daar, ja. Dat is goed. En die plus 9 is? Ja, daarnaast. Daarnaast. En die plus mag je weglaten, je mag hem er ook bij zetten. Ja, nu moet er gepuzzeld worden. Ik wil wel hier plus krijgen. Ja, maar we gaan gewoon kijken. Stel me eens iets voor. Vooraan 3s. Vooraan 3s. En dan boven s. S. Klopt. En dat wel? 3s. Nee, ik doe minus. S. Dus altijd meteen controleren. Zo gauw je iets opgeschreven hebt, nakijken. En hier? 3. Ja, 3. Verder niks? Ja, plus. Nou, die plus mag erbij. Hoeft niet per se. Oké. Formule? Tot dan 3s de zaakjes min s plus 3. Perfect. Helemaal goed. Marion. Wat je kunt doen is voor jezelf op een kladblaadje of bovenin dit helemaal uit elkaar halen als vermenigvuldiging. Min 3s kwadraat, wat betekent dat nou eigenlijk? Min 3 maal s maal. Ja, kwadraat. Maar ik wil het helemaal uit elkaar halen als vermenigvuldiging. Een 9s. Helemaal uit elkaar halen als een vermenigvuldiging. 9s betekent eigenlijk 9 keer s, maar die 9 kun je nog verder uit elkaar halen. Verder als vermenigvuldiging schrijven. 3 keer
3 keer s. En wat hebben die twee nu gemeenschappelijk? Ze hebben allebei een factor s gemeenschappelijk. En wat nog meer? Een factor 3. En daar zit een 3 in, hier zit een 3 in. Dat is het gemeenschappelijke deel. En dat kun je vooraan invullen. Je ziet nu ook vanzelf wat je overhoudt. Dat komt hier bovenaan te staan. En hier hield er alleen een 3 over. Ja, dus dit kun je uit je hoofd proberen te doen. En als dat niet lukt, pak dan een kladblaadje en schrijf het op. Klad op. Ik heb de min heb ik voor de 3s gezet in plaats van de 4s. Oké. Doen we even. Dus deze formule. Zo zijn we eraan begonnen net. Jij wilde dit doen. Hoe komt de bovenkant eruit te zien, Freuk? De S. De bovenkant. Dit klopt, ja. En links doe je 3. Hier? En welke formule zou je dan op gaan schrijven? Freek, zal ik eens wat zeggen, joh. Als jij dit bij een proefwerk doet, vind ik het prima. De enige reden waarom je dat hier bij deze opgave eigenlijk niet had moeten doen, is omdat dat, het plustekentje, eigenlijk het enige was wat voorgedrukt stond. En die krijg je nu niet. Ik vind persoonlijk, maar een beetje persoonlijke mening, ik vind die ontbinding nog eens beter ook dan deze. Maar ik zou ze allebei volledig goed rekenen. Ik zal er bij het proefwerk zoiets niet al voordrukken. Dus ik vind dat een goede ontbinding, deze ook wel. Peter. Je hoeft toch voor het hoogste getal krijgen voor de... Zoveel mogelijk. Voor zoveel mogelijk... Getallen, of letters. Ja. Zoveel mogelijk. Zolang hier nog een gemeenschappelijke factor te zien is, heb je eigenlijk nog niet genoeg eruit gehaald. Ik ga even een som vragen die jullie geen van allen gemaakt hebben. Maak die even. Bladzijde 145. E-opdracht. En doe eens... Begin eens aan E12. Maximaal 5 minuutjes. E12. E12, A, B, C. Maximaal 5 minuutjes. Dan vraag ik een paar uitwerkingen. Kunnen we even controleren of je de truc kunt toepassen. Heb je een tabel nodig, dan zul je moeten maken. Ben je zo goed hierin dat je dat zonder tabel kunt, dan mag dat ook wel. Maar niet met het uitkomstenboek erbij. Kijk ik even wie ik mis. 5, D.
13, 14, 16, 18, 20, 22. Ik mis er, wat, 4? Patty gebleven. Ben je daar gaan zitten? Oké. Okay. Goed, heel goed. Ja. Is dat dan wel een plus tekentje? Als ze hier min 8 haar invullen, is ze willen hier 24 haar uit hebben. En ze willen hier min 24 haar uit hebben. Dan wel een plus tekentje. Zo is die goed, hè? Ja. Dat kan niet. Eens kijken. Nee. Oh, dat gaat toch goed? Dat is wel prima. Je hebt niet precies ingevuld wat in de formule stond, hè? Klein slordigheidje zit erin. Je had in de formule staan 18x en min. Die min mis je. Die kun je alvast op zijn goede plaats zetten. Nee. Dat is gewoon voor, hè? Ja. Daar, ja. Dus dat moet weg. Dat moet weg. Zo, ja. Nu is die 18 ook niet goed meer, hè? Nee. Wat? Wat? Want dat weet je nog niet. Wat keer 3 levert dit op? Zo, ja. Los zonder tabel. Of je een S anders kunt schrijven dan een 5. Hè? Ja, want ik zie hier bijna geen verschil. Ik ben geneigd om dat uit te spreken met 55. Probeer er eens een beetje verschil in te brengen. De tweede. Nee, ik voel me niet lekker.
Dat is... Ik voel me van elkaar. Te ziek om binnen te blijven. Wil je naar huis, bedoel je dat? Nee, want het is het laatste uur. Wat wil je dan? Ja, nee, bij het lokaal. Ik weet niet. Nou, ik ga even met z'n tweeën naar het toilet. Ik ga het water drinken. Ik ga maar even met z'n tweeën. Wie moet er mee? Ja. Ja. Bij die laatste kun je nogal iets invullen, hè? Dit heb je op de goede plek gezet. Die één, waar kun je die ook al kwijt? Mm-hmm. Nou, nu kun je beginnen. Maak deze vermenigvuldiging kloppend. Ja. En dan kun je nu met het tweede stuk beginnen. Maak die vermenigvuldiging ook kloppend. Dat is niet goed, hè? Dan krijg je 5. Ja, nu klopt hij nog niet. 5 keer 7 is geen min 35. Ja. En dan ook nog s keer s kwadraat. Dat is geen s kwadraat. Dat zou s tot de derde macht zijn. Ja. Eens kijken, 3 fouten in 1 vakje. Maar goed, zo klopt hij. Dan kun je nu de goede formule opschrijven. 5 minuten zijn om, hè? Al lang. Nou, je had het niet helemaal af moeten hebben. Het gaat er maar om dat je weet hoe het werkt. Pak je uitkomstenboekje maar erbij. Dan controleer even of je het goed hebt. Gewoon wat je af hebt, eventjes nakijken. Geef even een seintje als je wat anders gevonden hebt. Ja. Ja. En dan. B is. En dan heb ik dus hier, omdat je. Als je hier min 3t, niet hier een t staan. In ieder geval. En daar ook. Ja. Kijk, jouw ontbinding klopt wel. Jouw ontbinding is ook een goed voorbeeld van wat ik op het middenbord heb staan. Ik zei, je had er meer uit kunnen halen. Want hebben die twee. Hebben die nog iets gemeenschappelijks? Oh, ik had. Die 3 t van kunnen. Ja. Ja, je kunt beter even een nieuwe tabel maken dan. Dan kan je zoveel zitten strepen. Ja. Daar had ik ook een getal erbij. Je gaat er nooit met tekentjes vermenigvuldigen. Zo, ja. Ja, goed. Ja, welke ontbinding maak je dan? Nou had jij hier, had jij min t eruit gehaald. Waar is nu die? Die staat nou daarbij. Terwijl in de opgave... Was voorgedaan dat je daar een plus zou moeten krijgen. Daar had je makkelijk voor kunnen zorgen dat die minder ook uit te halen. Ja. Dan gaat die daar weg. Daar weg. En ook weg. Ja. Kun je nu de goede formule maken? Ja. Ja? Nou, dus jouw ontbinding was niet fout, maar hij had iets beter gekund.
Welke lukt het niet? Deze had ik anders. Ja. Dat is ook een voorbeeld van wat ik daar straks op het middenbord voor heb gedaan. Hè? Jouw ontbinding is goed, maar je had beter gekund. Die 7P en die 21, hebben die nog iets gemeenschappelijks? Mm. Wat dan? Hebben ze hier zelf. En die 7 had je er dus ook voor kunnen zetten. Ja, en dan werkt dat door in de bovenkant en dan komt het wel goed. Dus jouw ontbinding is niet fout, maar hij is ook niet helemaal goed. Ik zou zeggen, Lisa, als ik bijvoorbeeld 4 punten voor zo'n opgave zou geven bij proefwerk, krijg jij er nog 3. Ik hou het ontbinden, klopt wel, maar je had iets beter gekund. Iemand die die 7 er ook uithaalt, die verdient ook net een puntje mee. Wacht even. Voor al diegenen die het gewoon goed hadden, die ondertussen klaar zijn met nakijken, die mogen gerust vast verder werken. Het huiswerk voor de volgende keer staat in je studiekalender. De G en de P, maar die krijg je nooit allemaal af, want het zou 4 bladzijden zijn. Afspraak is steeds, 2 bladzijden is het minimaal huiswerk. Je kunt een paar opgaves kiezen uit de G-opdrachten en een stel uit de P-opdrachten. Want de P-stof moeten jullie wel ook kennen. Oké. Hier heb je zo'n min 3t. Moet je dan even ringen? Som D. Kijk. Dit kan je op de goede plek invullen. Dat is prima. Nou moet je gaan puzzelen. Jij hebt gepuzzeld. Dit is helemaal goed. Is een goed voorbeeld van wat ik op het middenbord er straks voor heb gedaan. Jouw ontbinding is wel goed, maar je had hem beter. Oh. Je had hem beter kunnen doen. Want hebben die twee nog iets gemeenschappelijks? Oh ja. Ja. Factor. Welke? 3. Die had je er ook uit kunnen halen. Dan verder stond er voorgedrukt, maar verder is het niet zo wezenlijk, dat er een plus tussen kwam. En jij hebt een min gekregen. Dus als je die minder ook nog voorzet, dan moet je even een nieuwe tabel maken. Oh ja. En dan haal je er geen T uit, maar hier schrijf je dan geen T neer. Maar wat dan? Maar min 3T. Ja. En dan, als je verder af maar komt, is het goed. Even een nieuwe tabel maken. Deze staat hier. Ja. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja. Ja, 2H en 6. Hebben die twee nog iets gemeenschappelijks? Ja. Wat dan? Nee, ik kan ze allebei doen. Nee. Ja, dat is de 3. Nee, 2H en 6. Die kun je allebei delen door 2. En die 2 had je ook nog uit kunnen halen. Dan kun je best even een nieuwe tabel maken, anders kom je er niet meer uit. De 1 hoef je niet op te schrijven. Nee, die hoef je niet op te schrijven, maar jij moet wel het eerste stukje van de formule erbij schrijven. Oh. Dat hoort er wel bij. Okay. Het is een kleinigheid, maar het moet wel. Oké? Ja. Even een nieuwe tabel maken en dan ga je min 4h neerzetten, maar 8. Min 8h. Dan komt die wel goed. Ik snap de formule wel, maar ik weet niet hoe ik het uitleggen. Hoezo? Ja, ik snap dat 6 plus 3 en 9 is, omdat het N1 is, maar ik snap niet hoe ik het uitleggen. Gewoon goed kijken. Kan jij die Australische meneer nog herinneren? Ja. Patronen bekijken, hè? Patronen. Hoe kun jij het aantal blokjes van de eerste figuur bepalen? Nou, dat kan op heel veel manieren. Je kunt zeggen, ik doe 3 keer 4. Of sorry, 3 keer 3. 3 keer 4, 3 keer 5, enzovoort. Maar je moet een combinatie zien te leggen met het nummer. Wat je ook kunt doen is dat je zegt, ik neem 6 vakjes plus 1 keer 3. Ik neem hier diezelfde 6 vakjes plus 2 keer 3. Ik neem hier 6 vakjes plus 3 keer 3. Enzovoort. Dan kan je die formule gebruiken. Het ligt er maar aan, welk patroon zie jij erin? En jij ziet misschien een iets ander patroon als Daan.
Dat zou betekenen, als je zelf een formule moet maken, dat jij de formule in een iets andere vorm vindt als dat. En die kunnen het ook best allebei goed zijn. Maar je moet dus verband leggen met het nummer wat erbij staat. Dat moet je proberen. Als je dat lukt, dan kun jij onmiddellijk van elk nummer het aantal uitwerken. Ja, maar als jij alleen maar zegt, ik zie dit patroon, 9, 12, 15, 18 enzovoort. Kun jij dan onmiddellijk zeggen wat er in nummer 30 zit? 96. Zonder dat je die hele rij op gaat schrijven. Ja, dus. Ja, misschien, maar hoe moet je dat uit gaan leggen? Maar ik had dan zo, denk, drie blokken, dat is gewoon van die één, dat is gewoon één rij. Maar ik kom twee rijen over, ook 6. En dan 30 over, 30 keer 3 precies. Dan ben jij toch in feite bezig met die formule die daar staat, eigenlijk. Een beetje afgekeken, of niet? Of zelf gevonden? Ja, voor mij kan logisch klinken. Ja, maar dat is dus de kunst hier bij dit soort opgaves. Kun je een patroon vinden en probeer dan ook dat nummer erbij te betrekken. Kijk, als je alleen maar zegt, er komen er steeds 3 bij. Moet je samen opgetellen dat je er bent? Dan kom je er ook wel. Nee, dan kom je er ook wel. En dan kan je zeggen, er komen er telkens 3 bij. Ik vroeg net naar nummer 30. Dit is nummer 1. Dan moet je wel de stap zeggen. Naar nummer 30 zijn er nog 29 bij. En als je daarmee doorredeneert, kom je er ook wel uit. Ja, maar probeer het verband te leggen met de nummers die erboven staan. Jij gaat zo over de hele wereld, hè? Dat dit jouw wiskundeschrift is. Leuk. Daar gaan ze in Hongkong naar zitten kijken. Een beetje blij dat ze mij vast wel een baas mogen leren. Vertel, wat wou je vragen? Waarom is die TM? Ja. Hoe doe je dat? Kun jij T1, T2, T3, T4, T5, T20... Hier, je hebt er 2 moeten demonstreren. Die heb je. Dus bij T5 doe jij 10 plus 4 keer 3. Wat heeft er met die 5 te maken? Wat is het verband tussen het nummer van de term en jouw formule? Steeds eentje minder. Deze. Klopt dat hier? Bij T20? Nee. Pas dat nu eens toe dan. Oh ja, dat wordt ook N min 1. Als je er niks tussen zet, dan bedoel je malen. Er moet wel iets tussen zitten. Zo, ja. Nou, dat is toch perfect zo. En dan bij 7. In de rij 5, 7, 9, 11, 13 is T1, 5. Dus dit is T2, T3, T4, T5. Ja. Er verschilt steun op één van de termen is steeds hetzelfde. Zo rijden we meer kunnen rijden. Ja. Er vermoedt voor n termen deze buis. Is T1 plus N min 1. Keer 2. Ja. Is bijna hetzelfde als die jij hier had. Hè? Ja. Toch? En dan leg je uit dat de formule, de rekening zijn natuurlijk, en zij was TN. TN. Herken jij een stukje van wat op bord staat? Ja. In die formule? Ja, in die jaartjes. Dit is een vermenigvuldiger. Ja. Kun jij die niet zonder haakjes gaan schrijven? Probeer dat eens helemaal zonder haakjes te maken. Mag je deze dan ook hier neerschrijven? Ja, want volgorde maakt bij vermenigvuldigingen niet uit. Nou, doe maar. Niet 2 tot de macht N opschrijven. Bro. Heb je nog nooit gehad, hè? N kwadraat was het toch ook niet? Wat is 2 keer N? 2 N. Niet 2 tot de macht N, maar gewoon 2 N. Ja. Nou, dan schrijf de formule maar weer zo. Wat krijg jij nou als formule? Deze was het, hè?
Tn. Ja, schrijf maar op. Tn is... is 1 plus wat jij in je tabel hebt staan. N min 2. Nee, jawel. Nee, zo is het goed. Nu kun je terugzoeken wat T1 was. Wat was T1? Deze rij. Vul maar in. Schrijf de formule nog eens op. En probeer hem dan wat korter te maken dan. Ja. Ja, familie is dat. Moet je dan gewoon 1 plus 3 doen? Ja, gewoon, dit betekent dat je voor N1 invult. Dat betekent, die uitrekenen betekent dat je voor N20 invult. Moet je dan gewoon 20 plus 3 doen? Ja. Nou, dus alleen maar invullen in de familie. 20 keer 20. Bij deze moet je dan 20 kwadraat. Ja, en dan verder uitrekenen. Ja. Min 4t plus 3. Ja, jouw tabel die is niet helemaal goed, hè? De tabel die klopt niet helemaal, want min 4t keer 2. Oh nee, dat kan niet, hè? Dan krijg je nooit 8t kwadraat uit. Min 2, hè? Dat in ieder geval. Even wachten, hè? Dat klopt hier nog niet, hè? Min 4t keer min 2, als je hier niet naar kijkt. Als je die vermenigvuldiging uitrekent, wat krijg je dan? 8t. En hier heb je 8t kwadraat staan. Zo, ja. Ja, dat kan hij wel. Even doorveranderen. Even doorveranderen in jouw formule. Ja, perfect. Kleinigheidje, met grote gevolgen. Nou, het is bijna tijd. Jullie weten, dat zei ik niet, Freek. Jullie weten wat je voor morgen minstens moet doen. Minstens 2 bladzijdes. Meer mag. Meer mag. GNP. Dat zal wel lukken. Moet je de kinderen even in het mapje schrijven, Tim. In dat rode mapje. Zeg, Tim, dat schiet zo niet op, hè? Als je uit het uitkomstenboekje werkt. Dan ga je bij het proefwerk ga je echt onderuit, hoor. Ik ben in ieder geval blij dat je het gewoon toegeeft. Maar het is heel simpel als je alleen maar formules hebt. Je mag het zonder tabel doen. Natuurlijk kun je het dan het uitkomstenboekje overschrijven. Jij schiet er niks mee op. Dus als je het dan niet zelf kunt, dan haal je straks een vette onvoldoende.